Hallo en welkom bij een nieuwe Valentijnsvideo. Wij gaan deze koekjes maken. En ik heb daarvoor kleine stroopwafeltjes gekocht. Om te versieren heb ik wat disco dip. Dat vind ik gewoon hartstikke schattig eruit zien. Ook van die hartjes. En die kun je ook gewoon zo kant en klaar kopen. Die zijn super lekker. Het enige wat je daarna nog nodig hebt is een beetje glazuur. We hebben voor roze gekozen. Helemaal in het teken van Valentijn. Je moet ze wel eerst even goed kneden. Om het glazuur een beetje los te maken. Daarna heb ik een kom gepakt. En daar heb ik heet water in gedaan. Dus niet kokend water. Echt heet water. En wanneer je het hete water erin hebt. Pas op voor je handjes. Kan je het zakje erin leggen. En vervolgens even zo laten staan. Totdat het gewoon heel erg zacht wordt en niet kan gebruiken. De koekjes zet ik alvast klaar. Ja, ik vind die mini stroopwafeltjes toch wat schattiger staan dan die hele grote. Dus ja, we zijn voor de minis gegaan. Oké, nu haal ik hem uit het hete water. De verpakking is op zich niet echt heel erg heet. Maar wat er binnen zit kan nog wel wat heet zijn. Maar het voelt echt heel erg zacht aan. Dus dan weet je dat het goed is. Een beetje waterig. Ik heb ervoor gekozen om het gewoon in een verpakking te laten. Want anders krijg je zo'n kliedergedoe. En dan de koekjes erin te dopen zoals je hier ziet. En we doen het gewoon om en om. En het werkt eigenlijk best wel prima. Het is alleen wel heel erg plakkerig. En je merkt echt dat het super snel droog wordt. Dus je moet ook echt heel snel werken. Dat is wel een beetje een nadeel. Maar ja. We hebben ervoor gekozen om de glazuur aan één kant te doen. Dus niet helemaal het koekje in de glazuur, maar meer gewoon dat je aan één kant leuke dingetjes hebt en dat de andere kant gewoon zo blijft. Maar eigenlijk had de lesje dat gekozen om de hartjes op één koekje te doen en de disco dip op een andere koekje te doen. Hij had één speciale voor papa gemaakt. Hopen dat papa niet naar beneden komt. Nee, want het is een Valentijn surprise dat je zelf een vriendin krijgt. Ja, maar dan mag mijn kind het weer allemaal weten. Ja, wil je die weggooien? Ziet er lekker uit. Gaan we ze nu laten drogen, ja? Ja. Zetten we ze even hier. Wat gaan we dan zeggen? Ja, hier is het bord. Happy Valentine's Day. Oké. Yes, go. Ja. Hallo. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Oh, was jij ook al komen koekeloeren? Dat was nog niet de bedoeling. Het was een surprise. Kijk eens. Dat is lekker. Dat is... En hoe vind je hem? Best lekker. Is het koekje? Ja. Is het koekje? Lekker hè? Nee, luk maar af. Ja, lekker? Nee, luk lekker. Maar af. Nee, wil dat niet. Kom maar jongens, ga naar beneden. Ik neem deze. Hij zit wel heel vast inderdaad, oh Daddy. Hoppatee. Echt heel mooi. Met een hartje hier. Ja, ik heb ook gekregen. Ging die vandaag dan koken? Ja, hij was de kok. Alleen toen we koekjes moesten maken, was hij slaapgevallen. Ja.